Deze vlog gaat over het boek How to Talk to Anyone in uh, 92 Little Tricks for Big Successes in Relationships. Dit boek ga ik lezen in verband met mijn persoonlijk leerdoel. En dat gaat erover dat ik uh, mijn netwerk wil vergroten. En met dit boek wil ik eigenlijk bereiken dat ik uh, kleine trucjes kan leren over hoe ik dat uh, beter kan doen. Ik ga er nu aan beginnen. Uh, ja, het heeft een, um, een hoop pagina's. Uh, even kijken. 330 om precies te zijn, en het is eigenlijk gewoon opgedeeld in een paar kleine hoofdstukken. Uh, en daarin wordt verteld uh, ja, hoe je elke stap van een relatie kan onderhouden en hoe je dat moet doen. Dus daar ga ik nu aan beginnen en ik uh, zal u een update geven als ik uh, klaar ben met het eerste hoofdstuk. Dus ik heb nu het uh, eerste deel af van het uh, boek en dat was dan 41 pagina's lang. En daarin uh, ja, uh, schreef de schrijver eigenlijk over. Uh, Voordat je überhaupt een woord zegt, wat er dan allemaal omgaat in het brein van uh, de ander en van jou. En eigenlijk uh, waren het gewoon negen onderdelen. En in elk onderdeel beschrijft hij een deel daarvan. Uh, en geeft hij daar tips over, over hoe je dat beter moet doen. En heeft hij dan hele grappige uh, ja, namen voor, over hoe die techniek dan heet. Dus het ging bijvoorbeeld over uh, hoe je moet lachen, hoe je moet kijken, hoe je moet staan, um, hoe je moet reageren op het uh, lichaamstaal van de ander. Um, en dat je moet visualiseren wat je uit het gesprek wil halen bijvoorbeeld. En dat je dat dan ook helemaal uh, ervaart op die manier. Uh, dus ja, eigenlijk gewoon hele handige praktische tips voordat je überhaupt met iemand een woord zegt, um, was in dit deel beschreven. En um, ja, ik ga nu verder naar het deel waar ze gaan beschrijven over wat je moet doen nadat je hooi zegt tegen iemand. Dus daar ben ik ook wel heel erg benieuwd naar. En eigenlijk zijn, ja, de tips zijn gewoon heel praktisch. En ik ga er zeker heel veel van toepassen. Eigenlijk. Uh, in het bedrijfsleven en in uh, relaties met school en op werk uh, natuurlijk. Want het uh, ja, zorgt er wel gewoon voor dat je een veel uh, vertrouwbaarder persoon bent, uh, denk ik uiteindelijk. Ik heb nu het uh, tweede deel van het boek af. En dat ging eigenlijk over uh, small talk. Dus wat je moet zeggen nadat nou, je uh, ja, iemand uh, hoi hebt gezegd. En het kwam eigenlijk gewoon op neer dat je... Uh, ja, Je kan heel veel verschillende doel, dingen doen om interessant over te komen. En dat is zeg maar, als iemand bijvoorbeeld vraagt van waar kom je vandaan of wat doe je. Door niet alleen te zeggen waar je vandaan komt, maar ook een grappig feitje of uh, ja, een kenmerk van die regio te vertellen daarbij. Of als je wat doet, dat je dan niet alleen zegt van ja, ik heb een eigen bedrijf nu. Ik zeg wat voor bedrijf dat is en wat voor problemen of dingen die je net bent tegengekomen of nieuwe bevindingen die je hebt gedaan hebt te vertellen daarbij. Zodat ze iets hebben om verder te borduren. En ja, verder kwam het eigenlijk op neer dat het gewoon heel belangrijk is dat je meer geeft dan alleen uh, de basis. Zodat uh, je daarop verder kan komen. En dat het ook belangrijk is om jouw moed overeen te laten komen met de moed van de ander. Dus als je ziet dat iemand anders heel erg moe is, dat je dan niet uh, een heel hoog level energiegesprek uh, gaat voeren, maar ook een beetje op datzelfde niveau uh, blijft. En uh, op die manier verder gaat. Ik vond dit stuk wel heel interessant, omdat altijd gewoon, ja, je moet een ijsbreker hebben om uh, verder te gaan met de conversatie. En dit heeft al heel veel praktische tips gegeven om uh, dat te doen, natuurlijk. En nu gaan we verder naar het stukje naar wat je moet doen als je de small talk hebt gehad. en echt over een onderwerp uh, verder wil gaan. Zo, ik heb nu weer het uh, volgende deel af over, uh, van het boek. En uh, nou ja, na de smalltalk ging het nu over hoe jij uh, ja, echt een conversatie kon hebben met iemand eigenlijk. En het kwam eigenlijk gewoon op neer dat je net als bij de smalltalk gewoon meer moet vertellen dan dat er eigenlijk gevraagd wordt. Dus als iemand aan jou vraagt van wat doe je? Dat je dan niet alleen zegt van ja, ik werk in de horeca, maar dat je dan ook zegt van ja, ik zorg dat mensen een hele leuke avond hebben uh, of een leuke avond uit hebben. Of ik zorg dat hun uh, de lekkerste wijn bij hun eten krijgen. In plaats van dat je zegt dat je sommelier bent. Dat je iets meer geeft en dat het. Uh, ja, dat je uh, het voordeel laat zien van wat jij kan bieden aan een persoon, zeg maar. Dat je dat binnen een zin kan zeggen. Wat eigenlijk wel heel interessant, want eigenlijk altijd als ik dan andere mensen aan mij vroegen van wat doe je, zei ik, ja, ik werk in een horeca. En dan kwam er eigenlijk een antwoord op van, oh, oké, okay, en wat doe je dan in de horeca? En dan, zeg maar, dan duurt het gesprek weer langer. En als ik dan in één keer zou zeggen van, ja... Uh, ik zorg dat mensen een leuke avond hebben door de beste wijn bij je me eten uit te kiezen. Dan is het gelijk een stuk interessanter en heb je gelijk de aandacht. En dan snappen ze ook precies wat ze aan jou hebben. Dus dat was wel een hele interessante tip die ik hiervan heb gekregen. Uh, dus ja, tot nu toe. Ik ben bijna halverwege het boek nu. En ik vind het echt gewoon super interessant met alle hele simpele kleine tips die ze geven. Over hoe je het gewoon beter uh, kan doen op het gebied van communicatie. Zo, en dat is het uh, volgende deel wat erop zit. Nou, dit ging eigenlijk over uh, ja, hoe je ervoor moet zorgen dat jij uh, een persoonlijke connectie hebt met iemand door over hun hobby's verder te gaan. En eigenlijk hetgene wat uit het hoofdstuk kwam was dat je één keer per maand, eigenlijk één keer in vier weken, gewoon in een weekend iets nieuws moet doen. En doordat je wat nieuws doet, zoals uh, duiken, uh, para-jumpen, uh, wandelen. Uh, nou, ga maar verder, schaken, dat kan allemaal. Zorg ervoor dat je een ervaring hebt en dat jij in dat wereldje mee hebt genomen, waardoor je ook dus uh, dingen leert, zoals in duiken hebben ze een aparte taal bijvoorbeeld. Nou, dat je daarover leert eigenlijk en op het moment dat iemand anders tegen jou begint over duiken, dat je daar mee kan gaan, waardoor je een hele goede conversatie kan hebben met die persoon en gelijk een klik kan hebben met de ander. Nou, dat vond ik wel een heel interessant idee. Ik bedoel, uh, ik doe eigenlijk altijd hetzelfde en uh, ja, ga niet heel... Vaak per se in mijn comfortzone, terwijl ik dat wel graag zou willen. Dus ik vind het daar wel een heel goed idee van om gewoon één keer per vier weken gewoon te zeggen van oké, okay, ik ga nu daarheen en dan ga ik wat nieuws proberen. En dat kan dan suppen zijn, dat kan uh, ja, van, ja, schaken zijn, dammen, uh, dat kan mee naar mijn wijnproeverij zijn, weet je, het kan van alles zijn om dan gewoon die ervaring te hebben. Dus dat was wel een hele handige tip die ik eruit heb gehaald. Uh, dat je gewoon, en uh, ja, naast het feit dat je dan kan communiceren met mensen, maak je ook nog weer nieuwe dingen mee. Daar sta ik eigenlijk altijd voor open, alleen doe ik het niet te vaak nou, dat was dit deel. Dus dat ja, vond ik ook heel interessant natuurlijk. En ik uh, ja, ben benieuwd naar de rest van het boek. Dus ik ben weer verder gegaan met lezen. En ik heb besloten om twee hoofdstukken in één filmpje toe te lichten. Aangezien het anders wel heel lang gaat duren met de tijd. En ik ook nog op het einde een review wil geven voor het boek. Het ging eigenlijk gewoon heel erg over dat je uh, moest levelen met iemand. Uh, en dat je ja, moet zorgen dat ze voelen als dezelfde persoon. Of uh, als, alsof we in dezelfde familie zitten. Alsof... Uh, weer in dezelfde klasse zitten van school en dat ja, gewoon heel erg met levelen dat ze zich uh, heel chill voelen uh, bij jou en dat ze uh, het gevoel hebben dat jullie op hetzelfde niveau zitten zeg maar um, en het tweede deel ging eigenlijk uh, over dat je iemand uh, in iemands gedachten moet blijven zitten en uh, in dit deel deden ze dat vooral door complimenten te geven en heel erg gemeende complimenten. En niet van die complimenten dat je niet hele lekker bent, maar echt gewoon een compliment dat ergens over gaat, wat je is opgevallen als in de omgang met die persoon. Uh, en dat zorgt er natuurlijk ook weer voor dat je, uh, ja, dat iemand je mag. Ik bedoel, er is niks leuks dan ook echt een welgemeend diep compliment te krijgen over jezelf natuurlijk. Uh, dus dat vond ik alle twee wel heel interessante dingen. ik merk aan mezelf dat ik dit stuk van het boek uh, al wel heel erg goed onder de knie heb en dat het voor mij vooral ging over de eerste stap zetten. Uh, dus dat dit deel um, vooral voor bevestiging is, uh, dat ik het al wel goed doe. Zeg maar niet per se zo stapgewijs in die stappen, maar wel dat ik, uh, als ik terugdenk aan uh, ontmoetingen met mensen, dat ik dat wel deed. Uh, dus daar ben ik over het algemeen zo heel erg tevreden over dat ik dat al doe uh, en dit is gewoon een hele fijne bevestiging en het geeft natuurlijk nog, nog steeds wel sommige handvaten. ...over hoe ik het nog beter kan doen. Zo, ik heb weer uh, twee delen gelezen die ik nu zal toelichten. Het waren uh, deel 7 en deel 8. Uh, deel 7 ging vooral over... Uh, ...ja, hoe je uh, zonder dat je iemand echt ontmoet... ...dus dat is bijvoorbeeld via een telefoongesprek... Uh, ...hoe je dan uh, jouw gezichtsuitdrukkingen over kan laten komen... ...aangezien uh, volgens mij zeiden ze 40% van een conversatie... ...gaat via gezichtsuitdrukkingen... En dat vertelt dan dat je aan het luisteren bent of dat je het grappig vindt. Of uh, dat je wenkbrauw omhoog gaat. Dat je iets, uh, je interesse heeft. En via de telefoon is dat niet. En dat is de reden waarom uh, via de telefoon het heel belangrijk is om uh, je emoties te uiten in woorden. Uh, en ja, dat vond ik hele interessante. Normaal als ik bel dan uh, lach ik wel. Maar dat ja, niemand ziet dat. Uh, en dan ben ik gewoon stil als de andere persoon wat aan het vertellen is. En daar zou ik zeker uh, wat meer mee kunnen doen door middel van. Mijn emoties uh, te verwoorden. En vervolgens ging het over uh, ja, hoe je als een uh, uh, politici uh, de Kamer kan bespelen uh, op de manier waarop uh, mensen naar jou toe komen en uh, je mensen speciaal kan laten voelen. Dat is eigenlijk gewoon door dingen te herinneren. Uh, welk president? Er was een president in Amerika die had gewoon over iedereen die de wereld moet dat hij een lijst samengesteld met. Wat ze deden en een interessant feitje over die persoon. En dat zorgde er gewoon op het moment dat die persoon een het komt, die daarover verder wordt duren en was het gelijk het ijs gebroken. Uh, dus dat is heel interessant. Ik weet niet of ik zelf ook een hele lijst ga maken met allemaal dingen die ik. Uh, allemaal mensen die ik tegenkom, een interessant feitje over ze. Uh, aangezien ik geen, nog, niet, nog geen wens heb om de politiek in te gaan. Uh, maar op zich is dat heel interessant. En uh, ja, voor nu kan je dat bijvoorbeeld doen met nieuwe mensen die je ontmoet. Uh, om door wel een interessant feitje, niet over iedereen die je al hebt ontmoet. Uh, of ja, als je wat van die persoonlijk wilt, zoals in een stageplek, dat je daar iets over onthoudt. Dus dat was ook een heel leerzaam uh, deel. Leerzamer dan het vorige stukje, uh, waar ik over zei dat ik het al een beetje wist. Dit wist ik nog niet. Um, dus ik ben wel blij met dat ik die dingen heb geleerd. En dat was het laatste deel van het boek, deel 9. En eigenlijk was deel 9 wel een van de interessantste. Uh, daarin gaven ze gewoon echt over alles hele praktische uh, tips uh, over hoe je alles moet bespelen eigenlijk en dat zijn er nu te veel om op te noemen maar uh, ja het ging bijvoorbeeld over uh, even kijken wat zond er uh, ja hoe je dingen van uh, uh, servicepersoneel uh, kon halen dus als er een probleem is hoe je daar het beste mee om kan gaan en dat was er eigenlijk eentje die ik al wel onder de knie had uh, en dat eigenlijk gewoon door heel aardig te doen en uh, en ook te begrijpen dat uh, hun misschien een kutdag kunnen hebben. En dat je daarom hoe aardig je doet en hoe beter je het probleem legt en dat het probleem niet bij hun ligt, dat is ook wel heel belangrijk. Iedereen wordt altijd heel boos op het servicepersoneel terwijl hun er helemaal niks aan kunnen doen. En als je dat dan begrijpt en er samen oplossing probeert te vinden, dan gaat het een stuk makkelijker. Nou, dus nu heb ik het boek uit. Uh, ja, dit was gewoon een ontzettend leerzaam boek. Het was een hele fijne schrijfstijl. Uh, ik kwam er ook op een gegeven moment achter dat het door een vrouw was geschreven. Dat had ik niet verwacht eigenlijk. Maar het is, ja, uh, het is, ja, het is wel gewoon heel prettig om te lezen. En het heeft heel veel handige, praktische tips. En dat vind ik eigenlijk wel heel veel handig. Uh, dat je gewoon heel straight to the point doorkrijgt: oké, okay, bam, dit uh, is het. En er zit geen chit-chat omheen. En het wordt toegeleid door een uh, verhaaltje. Met daarna gewoon een hele praktische tips en hoe je dat kan toepassen. Dus dat is heel prettig. En ja, ik ga dit ook zeker toepassen als ik uh, naar beurzen ga, nieuwe mensen ga ontmoeten. En uh, ik heb ook gewoon een lijst gemaakt met dingen uh, die ik interessant vond uit het boek en de tips. Uh, dus die zou ik, uh, ja, ik gewoon uh, gaan gebruiken op het moment dat ik uh, naar de beurs ga. Dus ja, ik zou het boek een 8 geven eigenlijk. Uh, ja, het was wel op een gegeven moment heel langdradig en hetzelfde. En sommige tips vond ik ook wel overeenkomen. Uh, dat er dan een heel klein verschil in zat. Maar ja, dat, dat is niet erg. Is, ik zou het boek zeker aanraden voor mensen die uh, uh, moeite hebben met uh, communicatie uh, en sociaal zijn. Dan uh, kan je hier zeker handige praktische tips uithalen. Ik ga zeker de tips gebruiken aan het begin. Uh, over het ijsbreken, eerste indruk maken. Dat uh, is bij mij wat minder. Vind ik wat moeilijker. Ik kijk het altijd een beetje aan. Maar dat zorgt er wel voor dat ik altijd een beetje op de achtergrond kom en mezelf naar voren moet vechten. En door dit. Uh, kom je gelijk op voor en dan kan jij zelf uitkiezen hoe de situatie verder gaat. Dus nou, dit was mijn vlog over het boek uh, How to Talk to Anyone: 29 kleine trucjes uh, voor grote succes in een relatie van Lio uh, Loondes. En uh, ja, ik zou hem aanraden.